In de afgelopen jaren heeft Stichting E-Laad haar steentje bijgedragen aan het bevorderen van elektrisch rijden in Nederland. Verdeeld over het hele land zijn nu bijna 3000 door E-Laad geplaatste publieke laadpunten te vinden. Nu is het tijd voor een volgende stap, op weg naar een schoner en stiller Nederland. Om ook in de toekomst de laadinfrastructuur te kunnen ondersteunen, splitst Stichting E-Laad zich in 2014 op in twee nieuwe organisaties. Het bestaande netwerk van laadpunten zal vanaf nu worden beheerd en onderhouden door EVNet.nl. Deze organisatie zal ervoor zorgen dat de 3000 publieke oplaadpunten voor elektrische auto's de komende jaren goed blijven functioneren en voor iedereen beschikbaar zijn. E-Laad.nl gaat Nederland de weg wijzen als kennis- en innovatiecentrum op het gebied van de laadinfrastructuur voor elektrische auto's. Daarnaast zal E-Laad.nl namens de betrokken netbeheerders aansluitingen voor publieke laadpunten coördineren. Met deze twee nieuwe organisaties kunnen we blijven werken aan een schoner en stiller Nederland.